Wij gaan vandaag feestelijk onze boerderij openen hier op Landgoed Roorik. En ik wil jullie allemaal van harte welkom heten. Zonder de initiatiefnemers van Landgoed Roorik, geen herenboeren Roorik. Dus ook dank aan Wouter, Atsehamers, Kasper. Zonder hen en al hun effort om hier uit de klei in 5 jaar dit fantastische landgoed uit de grond te trekken. Ja, zonder hen waren wij hier ook niet geweest. En natuurlijk, last but not least, onze leden. Hoe fantastisch dat jullie allemaal het aan hebben gedurfd om met ons in zee te gaan en samen een coöperatie op te richten en te starten. En nu hier allemaal aanwezig te zijn bij de opening van onze boerderij. Wie had dat ooit durven dromen? Ik wil jullie ook nu al voorhand, ik weet niet of het nu al mag, maar feliciteren met de stap die je vandaag zet. En met de doortastendheid die hier geweest is. Elke boerderij die wij die begint, die krijgt van ons iets heel moois. Dit is een koperen spade. Ja, dit is een trofee. Tegelijkertijd is het oprecht gewoon een werktuig. Hier ga je gewoon mee aan de slag. En omdat hij zo mooi is, is het een trofee. Ik feliciteer jullie heel hartelijk met deze stap. Ik ben trots, plaatsvervangend trots op wat hier gebeurd is. Zet hem op, ga mee op reis. En als het een keer moeilijk wordt, zoek elkaar op. Zoek ons op. Zoek die andere boerderijen op. En laten we zorgen dat we met elkaar werken aan een voedselsysteem wat we met trots overdragen op de volgende generatie. Dankjewel. Ik vind het ontzettend eer om hier te staan en daar deze start bij te mogen wonen. Ik wens jullie echt alle goeds en alle succes. Maar ik wil heel graag, Wolter, deze aan jou aanbieden. Een waardecheck voor houtsnippers op een nader te bepalen datum en tijdstip voor herenboeren Roorik. Mag ik die aanbieden? Kartrekkers, moet je hem maar een beetje delen. Voor alle kartrekkers is er een cider van eigen boomgaard. Gefeliciteerd allemaal. Geert van der Veer, jij bent de oer-herenboer, de oprichter en idealist van Herenboeren Nederland. Kun je in het kort uitleggen wat Herenboer precies inhoudt? Ja, nou heel praktisch is het telkens dat 200 huishoudens in principe lid zijn van de coöperatie. Die samen de boerderij runnen en de boer in loondienst hebben. Dus het is allemaal op de hoeveelheden van die huishoudens gebaseerd. Dat doen ze op een oppervlakte van gemiddeld zo'n 10 tot 20 hectare. Dat leidt dan tot kleinschalige boerderijen met fruit, groenten, ook dieren. Dus varkens, kippen, koeien kunnen er rondlopen. Dan hebben we ook eieren. We doen nog een stukje aan het eigen voerproductie voor die dieren. En proberen die boerderij helemaal circulair en met de natuur mee te runnen. En dat doen we inmiddels dus voor 22e keer in Nederland. En dan heb je het over 200 mensen? 100 mensen? Nee, 200 huishoudens. Huishoudens? Voor ons, dat zijn vaak 200 tot 250 huishoudens. Want belangrijker is dat het uiteindelijk 500 mensen zijn. Wat zijn nou de grootste obstakels bij de realisatie van zo'n herenboerenproject? Over het algemeen is het de beschikbaarheid van grond of de betaalbare toegang tot grond. De leden betalen een startbedrag en een wekelijks bedrag per persoon. En daarvoor krijgen ze dan een groentepakket. Wat we doen is inderdaad een entreefee betalen. Dat is dan een bedrag van 2000 euro. Daarmee koop je een soort aandeel in die coöperatie. We maken een begroting voor het hele jaar. En we delen met die 500 mensen de kosten. Dat leidt dan tot een wekelijks bedrag wat je uiteindelijk inlegt om je groentes te kunnen afhalen en je vlees te kunnen afhalen op de boerderij. Maar de natuur die kan grillig zijn. Dit was ook niet zo'n best jaar, denk ik. Je kan aardappelziekte krijgen, je kan witte vliegen. En dat risico dat ligt dan inderdaad in die coöperatie. Dat dus ligt we bij hebben de voordelen en de nadelen. Maar wat belangrijk is dat we ook zelf merken dat er iets aan de hand is buiten. Dat het klimaat verandert en dat dat ook met veel regen of droogte gepaard kan gaan. En ja, op het moment dat je zo dicht bij je voedselproductie staat dat je dat zelf mag ervaren, hoop ik dat we ook met z'n allen een beetje dichter bij de natuur komen staan en gaan nadenken over welke stappen we de komende tijd met z'n allen moeten zetten. Misschien een vreemde vraag, hoor. Zijn er kritieken geweest op herenboeren? Ja, het is toch eigenlijk een soort volkstuin voor een beetje elitair. Wel de lusten, maar niet de lasten. Ja, ik durf wel te erkennen dat de doelgroep die we bereiken, dat heeft ook met name met die inleg te maken van die 2000 euro. Wij bereiken niet iedereen.
Tegelijkertijd kunnen we met die doelgroep wel laten zien hoe het kan en dat het anders kan. We zijn bij de feestelijke opening van Herenboeren Rorik. Valt dat in jouw portefeuille? Ja, het valt in mijn portefeuille, want ik ben ook namens het college van Beverwijk lid van het algemeen bestuur van het RAUM, het recreatieschap. Het recreatieschap verpakt hier gronden, onder andere aan de Herenboeren. Dus ja. Nou staan we hier best wel in een stuk buitengebied, ja. Maar het industrieterrein, dat rukt al aardig op. Er is woningbouw nodig. Hoe zit dat met dit gebied? Zijn hier nog plannen voor? De verre toekomst weten we natuurlijk met z'n allen niet. Maar we weten wel dat dit gebied gewoon als groen weidsgebied bedoeld is. En natuurlijk zijn er wel plannen voor woningbouw en ook voor bedrijventerreinen. En dat is niet hier. Het is niet alleen een land- en tuinbouw hier als ik zo om me heen kijk. Ik zie ook een restaurant, een bar, ik zie een camping. Het komt een beetje over als een vrijplaats. Een soort ruigoordachtig iets. Dus zo komt het over, hè? Ja, hoe denkt de gemeente dat zich gaat ontwikkelen in de toekomst? Nou kijk, het is een deel van de charme. Hè? Maar goed, ook hier gelden natuurlijk gewoon regels. Dus we moeten ook als gemeente hier, zijn we daar wel alert op. En ook goed in gesprek van als er zaken onveilig zijn dan moeten we daar ook gewoon natuurlijk op handhaven. De Herenboeren is eigenlijk een soort volkstuin voor, ik noemde het de elite. In Beverwijk zijn weinig volkstuinen. We hebben een volkstuinencomplex bij de begraafplaats. En iets kleins aan de randweg. Hoe staat de gemeente daarin? Want er zijn best wachtlijsten. Er zijn best mensen met een kleine portemonnee die ook een stukje grond willen om hun groente te verbouwen. Ik snap het gevoel misschien een beetje dat het een soort van volkstuin voor de elite gevoel is. Maar aan de kant denk ik dat het niet helemaal terecht is. Want ik denk dat het, als je hier met z'n allen groente verbouwt. En ik heb begrepen dat de prijs uiteindelijk ook niet heel veel hoger is dan wanneer je het zelf in de winkel allemaal zou kopen. En je hebt dan wel ontzettend goede kwaliteit groente, onbespoten. En dat is ook wat waard. En natuurlijk zijn er ook andere manieren. Je kan natuurlijk een volkstuintje, als daar een bepaalde plek ruimte is en het kan op een andere manier, kun je je eigen groente verbouwen. Dat is ook heel mooi. En wat waardevol is hier, je doet het natuurlijk met z'n allen. Dus het is niet alleen maar groente en producten. Het gaat juist om die verbinding dat je dat met elkaar doet. Dat is een sociale aspect. Wil je nou weten waar je eten vandaan komt, hoe het geproduceerd wordt? Wil je helpen om jezelf en de planeet een beetje gezonder te maken? Geef je dan op als lid van Herenboeren Rorik.